Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. EBS geeft start zijn voor elektriciteitsaansluiting Bambi project. KPS bevordert recruten tot aspirant van politie. AZP staat stil bij Internationale Epilepsiedag. En EZ belooft harde aanpak bij hamsteren en prijsopdrijven. Honderd huishoudens, de Bambi-project in het district Marowijnen, zullen binnenkort voorzien zijn van stroom. Jarenlang is dit gebied zonder elektriciteitsaansluiting gebleven. Op 11 februari is er middels het plaatsen van de eerste paal door de energiebedrijven Suriname, EBS, het start zijn gegeven voor het elektrificatieproject Temungo. Uiteindelijk is het Udoroja en we moeten eerst bepalen hoe het is maar morgen brieven dat werkelijk als hij komt. Dus nu we zien dat hij komt, de trap al dan, de aannemers treft daar, dus na hara hara wordt gehaald. Maar om zo rekening, het tracé voor de tori, onnodig volk, om begin zitten of zo. A draad in zee, na een kassie en zo. Bij die regel de zand dat die. Met die de karta. Ja, de karta gaat naar IBS kantoor. Maar nu, geen no demoro. En. We actie nu voor. We maken haast zodat. Dadelijk ook babbouwen net. Dat we potstroom gaan. Dat we ook batu. Maar als dat nog zoiets toch. Dat we komen. Dat we let af van ja. Maar dat is maar een afvaar. Maar als je dat is, dan moet je regelen streven. Dus zet dat draad in, of zet dat kassie. Zoek een installateur. En dat de materiaal papieren kan je uno. En dat we regelen maar afvaren. Dus met begonnen dat is. Hoe de verwaarlozing. Hoe hosseling. Saf, saf, vrij, snel, snel. Ja? U heeft het zelf gezien. We gaan gewoon door met het werk. En net als wat ik tijdens mijn speech had aangehaald. Wij gaan door blijven werken totdat iedereen 1x24 stroom heeft gehad. Anders gaan wij niet stoppen. Afhankelijk van het weer gaan we dus kijken naar gebieden waar makkelijk toegankelijk is. En daar gaan we als eerste aan doen. Kijk, het was zo dat als je dus geen grondpapieren kan aantonen, dat je niet werd aangesloten. Maar we moeten ook kijken naar verdragen die Suriname heeft getekend. Dus, en aan de hand daarvan gaan we dus een balans moeten vinden om mensen te helpen. Wij Surinamers moeten gewoon stoppen met pesten. Het is heel erg jammer dat je neef of iemand van jou, je zus of broer, door het pesten, dat je dan geen stroom kan krijgen. Het is mijn erf, niemand mag hier naar achteren lopen. Maar je weet niet wat voor leed je die anderen aandoet. Dus daar moeten we echt over gaan praten. En indien er geen oplossing komt, dan moeten we toch wel richting regering kijken dat ze daarover een beleid moeten maken. Je plant het, maar je kan het niet met zekerheid aangeven, omdat je ook nog bepaalde dingen tegenkomt. Kijk, hier zitten we ergens dat je niet makkelijk kan boren. Dus afhankelijk van wat men gaat tegenkomen, gaat de snelheid bepalen. Maar zo'n project moet je binnen 4 weken af kunnen hebben. We zijn tot 2025 bezig. Het is niet makkelijk en het is geen werk dat je zegt van we zijn klaar. Iedere dag komen er projecten bij.
Deze dag betekent heel veel voor mij, want wat we niet hadden verwacht, en dat voor vandaag en vanmorgen. Ja, die mensen zijn goed opgekomen. Dus voor ons allemaal is dit een heel bijzondere dag voor ons allemaal. Mm-hmm. Hoe lang hebt u gewacht op de stroom? Ik heb zo'n 1 jaar gewacht, maar er zijn mensen die jaren hier zijn gewoond, die hebben hier gewoond. In het donker en zo. U heeft een mooie speech gegeven aan het begin van de dag. Wilt u een klein stukje daarvan weer aan ons vertellen? Wat heeft u zo verteld? Wat was het om in het donker te leven? Absoluut, dat had ik in mijn eigen straatong gezet en opgehouden. Dus dat zal ik weer in mijn straatong weer doen. Dus dat is allemaal. Janya dungu ya wantu tenka basama de de sikisi ali kabanya dungu afi ye fi angayana pe alobi wanfui de bika ene dungu be sibi neti ye opaga neti ene dungu goluku apiki fi fi sibi bika u telefone be poichas u telefone be mang chas bika una bistromia so fu goluku bika bika break afaya fa telefone fu goluku just ade wangansa ni giwi fu ameni ni aso Bambi project fu sida ke ayo esta part am fu yo chai on new on to ekalen kongu alaw te fe de tampo tampo son de strom ou freezer ou standard escas just aso de kaba ta ke ayo ti de na wangande giwi Een heugelijke dag voor het Korps Politie Suriname KPS, maar in het bijzonder voor 191 recruten die bevorderd zijn tot aspirant van politie. Middels een officiële plechtigheid kregen deze nieuwe manschappen op maandag 13 februari hun upeletten opgespeld in het politieopleidingscentrum. Wij brengen u het volgende verslag. Vandaag blij. Hoeveel recruten zijn vandaag bevorderd tot aspirant? 191 recruten. Die zijn vandaag tot aspirant aangesteld. Wat betekent dit voor het korps? Nou, het betekent een druppeltje op een gloeiend hete plaat. Daarmee geef ik aan dat in kwantiteit er nog een aanvulling moet komen, een aantal van dit soort grote lichtingen, om enigszins de werkdruk voor de reisdienenden te verlichten, zodat ze een beetje meer tijd voor hun gezin kunnen hebben, een beetje meer vrije tijd kunnen hebben om zelf tot rust te komen. Ik denk dat dat de individuele politieambtenaar goed zal uitkomen. Wat zijn de taken van een aspirant? Nou, ze gaan normaal politiewerk verrichten. Alles dat ze is bijgebracht tijdens de opleiding zullen ze ter uitvoer moeten brengen. De taken die zijn alom, die zijn terug te vinden in de politiestrafwet. Zijn terug te vinden in de verkeerswetgeving, strafrecht, strafvordering, ja, enzovoort. Chaira. Ik zie dat je huilt, waarom? Zo, het was een lange weg. Het was zwaar. Het was bittersweet, kan je zeggen. Je had de leuke momenten, maar ook de minder leuke momenten. Maar ondanks alles zijn we er toch doorheen. Jawel. Ga je verder studeren? Natuurlijk, sowieso. Jawel. Wat is eigenlijk je droom? Zo, mijn droom is om sterren op mijn schouders te krijgen. Jawel. Vandaag is het begin? Ja, vandaag is het begin en we gaan verder. Vandaag ben je bevorderd tot aspirant. Was dat eigenlijk je droom? Ja, om politieagent te worden. Waarom? Politieagent te worden. Gewoon om de samenleving te dienen. En bij de politie werken ben je ervan verzekerd een goede toekomst. Je moet alleen werken, je moet niet lui zijn om te werken. En je bent helemaal ready voor de job? Helemaal. Wat heb je zoal geleerd? Ik ben werkzaam. Ik ga meer in action. Dus ik hou van action. Dus ik heb geleerd dat
het papierwerk ook belangrijk is. Je moet ten aller tijde eerlijk zijn. En je kan altijd iets leren van iemand anders. Je kan alles weten, maar je kan nog steeds ook leren. Je bent vandaag bevorderd. Hoe voelt dat aan? Het is een heel mooi moment voor mij, natuurlijk. Na heel lang wachten is eindelijk het moment aangebroken dat ik vandaag daarin bevorderd ben geworden tot aspirant. Vanaf begin was het zwaar. Laat me dat beginnen te zeggen. Vond je zwaar? De oefeningen, want als het ware was ik ook pas bevallen. Laat me het zo zeggen. Dus het was een heel zwaar moment voor mij. Maar ik heb doorgezet en uiteindelijk heb ik het mogen behalen. Wilde je altijd al politieagent worden? Ja, klopt. Ik wilde altijd agent worden. Waarom? Omdat bij mij thuis, laat me zo beginnen, is er al 11 keren ingebroken. En ik dacht van, om het te veranderen, zei ik dan aan mezelf van, laat me dan maar agent worden. En het is ook een motivatie geweest, want ook de meeste familieleden van me zijn ook in het korps. Het voelt heel prettig aan natuurlijk. Ik heb heel hard mijn best moeten doen. Sowieso voel ik dat ik letterlijk als figuurlijk dat ik meer gewicht heb op mijn ouders, schouders bedoel ik. En ik ben heel blij. Ik heb heel hard mijn best moeten doen om zo'n dag te mogen zien. En hoe lang heeft u deze opleiding gevolgd? Nou, het was een jaar. Ja, een jaar. Waarom heeft u gekozen om politieagent te worden? Nou, het was altijd voor mij, ik vond het altijd leuk om zoiets een politieagent te worden. En dan heb ik gewoon even gekozen om deel te nemen aan de opleiding. Jaarlijks wordt op de tweede maandag van februari de Internationale Epilepsiedag gehouden. Het voornaamste doel is om awareness te creëren over epilepsie, als ook aandacht te besteden aan personen die hieraan lijden. De afdeling neurologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft middels een voorlichtingsdag op maandag 13 februari stilgestaan bij epilepsie als neurologische aandoening. Neuroloog Dr. Anders Shalini Mohan Bundi heeft hierbij de nadruk gelegd op internationale thema voor 2023, namelijk Step Up Against Stigma. Wij hebben gekozen om vandaag een campagne te houden over epilepsie, omdat het vandaag International Epilepsy Day is. Dat is ieder jaar op de tweede maandag in februari. En de bedoeling is van deze dag is om een awareness te creëren over de aandoening zelf, het voorkomen, de behandeling. En er is jaarlijks een thema over de ziekte. En het thema dit jaar is Step Up Against Stigma. En is specifiek bedoeld om door middel van kennis de stigma en discriminatie die patiënten met epilepsie ondervinden te verminderen. Die naam vallende ziekte heeft te maken met eigenlijk de origine waar de eerste beschrijvingen van deze ziekte zijn geweest. Dat heeft ver in de middeleeuwen. En men dacht eigenlijk dat de mensen bezeten waren. Of weet je, dat er een geest over de persoon komt. En eigenlijk door meer kennis te gaan vergaren over de afgelopen jaren heen, decennia, is men erachter gekomen dat het een ziekte is van de hersenen. Er zijn heel veel verschillende oorzaken van epilepsie. Het kan een aangeboren afwijking zijn. Het kan een erfelijke ziekte zijn. Het kan een verworven ziekte zijn. Dat wil zeggen dat je het gedurende het leven eigenlijk oploopt. En dat is bijvoorbeeld na aanleiding van een beroerte wat iemand doormaakt. Of een hersenvliesontsteking. Of een hersenongeluk, een trauma. Ik denk dat er nog wel veel onwetendheid is. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld dat we nog steeds mensen bijvoorbeeld verwezen krijgen die al heel lang bekend zijn met die aandoening en nog nooit een arts of een neuroloog hebben bezocht ermee. Dat geeft aan dat er nog wel veel onwetendheid is. Dat mensen het niet herkennen als een aandoening. Net wat ik zei, men denkt eerder dat het te maken heeft dat er geest op iemand neerkomt. En dat heeft veel met onwetendheid te maken. Dus meer bekendheid geven aan hoe de aandoening zich kan uiten, presenteren. Dat kan leiden dat je een stukje onwetendheid wegneemt bij mensen. En kijk, epilepsie heeft heel veel uitingen. Er zijn grote aanvallen. Die zich uiten bijvoorbeeld met trekking aan arme benen. Je hebt staaraanvallen, dat is vooral op de kinderleeftijd. Op scholen kunnen kinderen het hebben. Ook dat kan onherkend voorbij gaan.
En, maar het heeft wel impact op hun leerprestaties. Ja, en, je hebt subtielere aanvallen, bijvoorbeeld waarbij schokken optreden in een arm of een been. Zie je dat iemand een aanval krijgt, geldt natuurlijk als het eerste safety first. We hebben zojuist een mooie demonstratie gegeven hoe veiligheid op de voorgrond moet staan. Stabiele zeiliging plaatsen, haal scherpe voorwerpen uit de omgeving van de persoon. Zet een zacht voorwerp onder het hoofd, zodat hij zijn hoofd niet kan slaan. En houd de tijd bij. Als het onder de 3 minuten is, gaat die aanval zelf over. Langer dan 3 minuten kan het langer duren. Dan moet je wel hulpdiensten inschakelen. En hou vooral, blijf gewoon bij de persoon om zijn veiligheid te garanderen. Als iemand lijdt aan epilepsie, betekent dat er een kans bestaat dat die aanvallen zich herhalen zonder een duidelijke uitlokkende factor. Dus je hebt de aanleg voor het krijgen van aanvallen. En soms kan dat uitgelokt zijn, maar het kan ook onuitgelokt zijn. Vandaar dat iemand wel behandeld moet worden voor zijn epilepsie. Als hij er regelmatig last van heeft, als hij regelmatig aanvallen krijgt. En de behandeling dat bestaat dus uit medicatie. 3/4 van de mensen reageert wel goed op medicamenteuze behandeling. En er is een klein percentage mensen dat ondanks medicatie toch nog aanvallen kan krijgen. Epilepsie is een chronische aandoening. Dat wil zeggen, als je het al hebt, dan is het er. Het gaat niet meer over. Maar je krijgt dus, als je onder de juiste begeleiding bent van een neuroloog, wel de tools hoe je ermee kan omgaan en hoe je je leven daarmee kan aanpassen. Dit campagne is eigenlijk na lange tijd weer een eerste aanzet geweest om meer awareness te creëren. We hebben zeker wel jaarlijks dat we een aandacht hier aan besteden door middel van krantenartikelen. En in onze dagelijkse praktijk hebben we natuurlijk wel voorlichting naar patiënten toe. Maar de bedoeling is dat we het eigenlijk een beetje op structurele basis gaan doen om meer bekendheid te creëren in de samenleving over deze aandoening. De bekendheid van epilepsie, dat kan ik iets minder goed aangeven, maar het is wel zo dat er eigenlijk per 100.000 inwoners ongeveer 40 tot 80 mensen lijden aan epilepsie. Voor Suriname komt het neer op een aantal personen tussen de 3.000 en 5.000 voor het land. En ik denk dat het grootste deel wel onder behandeling is in een ziekenhuis bij een neuroloog, maar we hebben geen exacte cijfers. En 1/4 van al deze personen zijn dus eigenlijk kinderen. Bij de acties van de Economische Controledienst, ECD, is gebleken dat handelaren en importeurs zich vaker schuldig maken aan prijsopdrijving en hamsterpraktijken. Minister Reshma Kuldip Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie laat weten dat er hiertegen hard zal worden opgetreden. Wij hebben de afgelopen periode vanaf, we hebben gezien dat de BTW is ingegaan, dat de prijzen vreselijk zijn verhoogd in de winkels en de olieprijzen zijn verhoogd. Dus is er nog een keer een verhoging geweest. Dus de prijzen zijn vreselijk de lucht ingegaan, wat niet de bedoeling is. Want er is een prijzenbeleid bij het ministerie van Economische Zaken, zeker als het gaat om basisgoederen. En we moeten ons houden aan de prijslijst van het ministerie van Economische Zaken. We hebben de controles opgevoerd, alleen ga ik u niet kunnen vertellen waar we gaan optreden en waar we de controles gaan doen, want het zijn geheime operaties. Maar de controles zijn vreselijk opgevoerd. We zijn 24 uur gewoon, zolang de winkels open zijn, zijn de mensen op straat. En ik ga u zeggen, we gaan hard optreden. Ik heb informatie gehad dat boetes niet werken, want het wordt buiten proces afgehandeld of iets dergelijks. Dus we hebben een ander beleid, we hebben een andere strategie. We zijn in een crisis, we gaan nu winkels sluiten. En u komt dan op een blacklist voor de eerste keer. De tweede keer, de derde keer wordt uw vergunning voor een langere periode ingetrokken. En indien het nog een keer gebeurt, wordt uw vergunning gewoon ingetrokken. Kijk, we zijn in een moeilijke periode. We zijn in een crisis. We vragen de samenleving ook geduld. Maar we moeten ook van
alle kanten de zaken bekijken. Niet alleen de regering. Het volk moet inleveren. Het is ook de handel die niet aan prijsopdrijvingen moet doen en het volk moet uitknijpen. Dus vandaar dat we heel hard optreden nu. En we gaan, u ziet, als u ons heeft gevolgd, gaat u de foto's gewoon zien en de namen van de straten. Als mensen langsrijden, dan zullen ze zien welke winkel is gesloten. Dus we gaan geen namen noemen, want dan komen het is ons aangegeven dat we mensen criminaliseren. Dat is niet de bedoeling, maar als u zich niet gaat houden aan wetten en regels van de overheid, dan gaan we gewoon de foto's plaatsen en de namen, straatnamen noemen en de voorletters van de winkeliers. We hebben gezien dat er is gehamsterd op gasbommen de afgelopen periode. Ik wil een waarschuwing uitbrengen van dat niet moet gebeuren, want we gaan het in beslag nemen en we gaan zware boetes opleggen. En als het in beslag wordt genomen, wordt het gewoon geveild. U krijgt het niet meer terug. Dus men hoeft niet te wachten op de verhoging van de gasbomprijzen. We gaan gewoon hard optreden, want als het in beslag wordt genomen, gelooft u me, u krijgt hem niet meer terug. Dus daar wil ik een oproep doen, doet u dat niet. Zeker geen hamsterpraktijken. Dat omdat wij optreden, zeker naar de importeurs en de winkeliers toe, omdat er zwaar wordt opgetreden, gaat u hamsteren of u gaat opzettelijk schaarste creëren. We gaan dat niet tolereren. We gaan u vragen om mee te doen, om mee te werken. We hebben een IMF-programma, we hebben een sociaal programma waarmee we nu bezig zijn. Dus de regering doet zijn werk, maar we vragen ook vanuit onze kant uit de importeurs en de winkeliers om ook die saamhorigheid die het volk, waarbij het volk offers opbrengt, om dan daar ook naar te kijken. En als dat niet gebeurt, we hebben ook nu besloten om het meldingsbesluit zwaarder daarop te gaan letten op het meldingsbesluit. Want we hebben gezien dat bedrijven elke week hun verhogingen doen en het gewoon via social media bekendmaken. Dat gaan we ook niet pikken. We gaan daar zwaar op treden nu, want u moet een reden hebben. Want die koers fluctueert niet elke dag van 2 SRD of met 10% of 15%. Dus u moet ons kunnen aangeven waarom die verhogingen komen. En dat geldt voor ieder, ook voor de winkeliers, ook voor de importeurs. Dus wanneer wij die controle gaan doen, gaan wij ook kijken naar de verhogingen. En nogmaals, laat me dit zeggen. We zijn in een crisisperiode en we vragen van iedereen, als er wordt ingeleverd van alle zijden uit, dat ook de handel dat ook in de gaten houdt. Houdt de controle ook in op de BTW-registratie en als mens zich werkelijk ook houdt aan de regel en wetgeving van de BTW? Kijk nu, BTW is een aangelegenheid van het ministerie van Financiën, waarbij belastingen daar de uitvoering doet. Wat wij hebben gedaan is dat wij een samenwerking aangaan om die controle samen te doen. ECD gaat niet kunnen controleren op BTW als ze alleen op het pad gaan. Dus er is een gesprek geweest tussen het ministerie van Economische Zaken en Belastingen, dat wij samen op pad gaan. Dus dat zij hebben vervoer, wij hebben de mensen ook. Dus de weinige mensen hoor, laat me dat zeggen. De weinige mensen die wij hebben, dat we samen op pad gaan om die controle te doen. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.